Uh, eruit gestapt, maar wat was het moment dat, dat je mezelf dacht van: nou, stop ermee, nou, ik, 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 weg. Ik kwam zelf voor de zomer uh, uh, toen ik voor het eerst ook in het gezelschap aanschaf. En toen vond ik al dat ik dacht: nou, in dit gezelschap maatregelen, dat wordt best ingewikkeld. Een gespannen sfeer en weinig coöperatie onderling. Maar ik heb gezegd: ga er met elkaar voor, want we willen die doelen halen. Uh, toen uh, bleek al vlak voor de zomer dat er toch bij met name ook de gezondheidsfondsen een ja, gevoel was van ja, de industrie werkt onvoldoende mee. Dus voor ons is het nu of nooit. Toen hebben wij uh, vanuit het ministerie gezegd, we gaan de hele zomer nadenken of er nog een oplossingsrichting is. Ik heb die oplossingsrichting uh, na de zomer gekregen gezegd gezegd, ja, dit heeft niet zoveel zin meer. Uh, we stoppen ermee. En dat hangt nauw samen ook met het, wat de Wereldgezondheidsorganisatie ook ons teruggeeft. Die zegt namelijk, uiteindelijk, dat kwam ook vlak na de zomer daarmee. Ja, uh, met de industrie en de grondwisselfondsen samen spreken over alcoholmaatregelen is wel een hele ingewikkelde combinatie. Ja, dat doen wij in Nederland in de polder al eeuwen. Nou, de polder is ook een fantastische uitvinding, maar voortmodderen, daar mag de polder niet uh, ja. toe. Uh, maar wat toeleiden. wilde u wat zeggen?